zijn Dylan, Bilge en Sylvana. Vandaag nee, kijk dus lelijk. Sylvana, film jij. Dit is dus café. Hallo, er is een straatvoetbaltoernooi met leerlingen en mensen die op de Zuidas werken. Daar kom ik nou nooit. Elk team bestaat voor de ene helft uit Zuidassers en de andere helft uit leerlingen. De leerlingen van het Kolfijn loten in welk bedrijfsteam ze komen. Wat doen we hier eigenlijk vandaag? Vandaag doen we hier een ontmoeting tussen twee groepen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. Mensen die werken op de Zuidas en jongeren die misschien 4 metrostops verder wonen. Break of zo, er is iets. Ik vind zo'n hoge gebouw mooi. Je weet nooit. Alles. Het is een soort van New York vibes. Met hoge gebouwen. Dus hij gaat vragen stellen. Ja. En het lijkt ons echt heel leuk om te doen. Ja. Oké, prima. Begin dus, maar. Wat voor baan doet u? Wat voor werk doe ik? Ja. Ik zit in de finance bij Baker & McKenzie. Zit om precies te zijn bij accounts payable, dus dat is meer de crediteuradministratie. Ik werk hier nu 2 jaar. Dus echt meer boekhouden, finance zit ik. Is het een leuke werk, zeg maar, leuke baan? Ik heb er echt voor gestudeerd, zeg maar. Dus het is altijd wat ik wilde, een kantoorbaan. En hier bij Baker & McKenzie in het internationaal bedrijf, het advocatenkantoor, is het heel leuk om te werken, ja. Hoe lang heeft u gestudeerd? In totaal iets van, denk ik, 7 jaar. Dat is wel erg lang. Ja. En ik wou vragen, wat voor afkomst bent u? Ik ben Colombiaans. U lijkt ook een beetje, maar u lijkt meer Aziatisch, gewoon echt. Klopt. Ja, ja. Dank u wel voor het meewerken. Oké, geen probleem hoor. Graag gedaan. Kapot mooi. Hallo, ik heb een vraag. Mogen jullie misschien interviewen? Nee? Nee, sorry hoor. Really have time now. Sorry. Yeah. Oh. Ja, toch zijn even geluiden. Hallo, mogen we wat vragen? Net wel wat je wil vragen. Nou, zeg het eens. Wat voor werk doet u eigenlijk? Ik werk hier bij ABN AMRO. Probeer processen te optimaliseren. En verdient u goed geld, zeg maar. Ik mag niet klagen. Oh. Vindt u het werk leuk wat u doet? Ja, ik vind het leuk wat ik doe. Absoluut. En ja. Hoe lang doet u het al? Dit werk doe ik ongeveer 5 jaar. Vond u het nooit moeilijk of zo? Of had u nog nooit geklaagd? Nee, ik heb niet geklaagd, nee. Nee. Ik vind, ja, weet je, moeilijk vind ik een uitdaging als er iets moeilijk in je functie zit. Maar dat is voor mij een uitdaging. Dus dat, Is dat een leuke baan? Ja, ik vind het een leuke baan. Oh. Dit was het volgens mij? Ja. Tot ziens. Doei. Do you work here? Yeah, I work here. What kind of work do you do? I am working for a South Korean government organization, so we basically help the business between South Korea and the Netherlands get smoother. So it's sort of embassy, but more focusing on the economic part, like business parts. And do you like your work? Yeah, I really like my work. It's very... And do you get paid good? That's good. But yeah, I think it's
it's good enough that I can leave, eat, go out, save a little bit, yeah. And when did you come to the Netherlands? It's been my fifth year. I came here in 2012. Do you have a business card? Oh, yes, I... Zorg in ieder geval dat je het beste uit je school haalt. Wat wil jij worden? Wat ik wil worden? Ik weet nog niet zeker wat ik ga worden. En wat wil jij worden? Ik zou graag iets met kinderen willen doen. Jezelf, wat wil jij worden? Misschien iets met stewardess. Wat voor werk doen jullie? Ik help bedrijven die obligaties uit gaan geven. Die help ik daarmee in dat traject. En ik doe het zelfs maar dan voor leningen. Dus als een bedrijf heel veel geld nodig heeft, als ze 500 miljoen of zo willen lenen, dan kunnen ze dat bij de Rabobank vragen en dan zoeken we allemaal banken bij elkaar. En dan verstrek je dat geld met een hele groep van banken. Is het een leuke werk? Ja, het is een heel leuk werk. Heel leuk werk, ja. Heel leuk. Hoe lang heeft u gestudeerd? Middelbare school is dan zes jaar en daarna nog een studie die is 4 jaar. Verdienen jullie wel? Ik vind ervan wel. Ik vind van wel. Ja, het is genoeg. Ja, je moet altijd iets kiezen wat je echt leuk vindt. Want als je alleen maar voor het geld iets gaat doen, dan vind je het na een jaar al niet meer leuk. En dan ga je altijd chagrijnig naar je werk en zo, dat is helemaal niet leuk. Dus je moet eerst beginnen met iets zoeken wat je echt wel leuk vindt. Dus als je interview leuk vindt, dan moet je gewoon zorgen dat je bij een tv-zender gaat werken. En dan vanzelf, als je goed bent, dan word je altijd goed betaald. Wat voor werk doet de Friese? U bent advocaat, toch? Ja, nou, alle drie advocaten. Ik heb 6 jaar gestudeerd. Ik 5 jaar. Hebben jullie nooit opgegeven? Alles waar je aan begint moet je gewoon uiteindelijk afmaken. Ook als je even niet ziet zitten, moet je altijd even een stapje terug doen. Even kijken, waarom doe ik het nou eigenlijk? En dan is het vaak is het probleem dan helemaal niet zo groot. Ga je gewoon door en maak je het af. Mustafa weet wel wat jonger wordt, toch? Ja. Marseille. Marseille, hè? Marseille. Ja. En Gabriel ook. Zeker, weet je, als je uit een bepaalde buurt komt of je een bepaalde achtergrond en je hebt van je familie denk je van oh, ik heb niet alle kansen. Juist lef hebben, zelfvertrouwen hebben, dat als je iets wil, dat je wel dat kan doen. Lef hebben.